Werkt dit? Ja, als het goed is, werkt het nu. Werkt het? Jaaaa! Infinite Water! Yeah! Yo mensen van het Games Verder, jullie kijken naar een goed nieuwe video hier op mijn kanaal. Ja jongens, het gaat weer gebeuren. Het is echt ongelooflijk vaak aangevraagd. Harm, gaan we Skyblock spelen? Op mijn eigen server, maar liefst jongens, presenteer ik jullie Skyblock! Yeah! Echt, jullie willen niet weten hoe kapot ik hiermee ben gespamd. Ongelooflijk. Ik heb er persoonlijk echt super veel zin in. Want ik heb dit echt tijden niet gespeeld. En de vorige keer dat ik dit heb gedaan op mijn kanaal, toen werd het super goed ontvangen. Jullie vonden het super awesome. En daarom ga ik het vandaag weer spelen, jongens. Ik speel trouwens in Skyblock 2. We hebben 2 servers. En we gaan gewoon meteen beginnen. Let's go! Let's do this! Yes! Dus dat is een bordje. Moet ik eerst even lezen. Head games, do not fall, beware. Oh ja, dan spring ik altijd meteen af. Zo van, nee, ja, oké, niet leuk. Oké, die koe kunnen we meteen killen. Dat kunnen we ook eigenlijk wel meteen doen. Ik weet het niet. Oké, ik laat hem nu lekker leven, want ik heb nog geen zwaard. Ondertussen hak ik even al het hout, jongens. Hopelijk krijgen we meteen een sapling. Dat zou super chill zijn. Als je dat namelijk niet krijgt, ja, dan kan je meteen opnieuw beginnen. Spelen jullie trouwens ook op de headgames server? Play.headgames.nl is het. Dus heb je Minecraft en zoek je een leuke server? Ja, onze server loopt echt keihard. Ik heb nou trouwens al meteen 2 saplings. Holy shit. Loopt meteen lekker, jongens. Heerlijk. Even koekeloeren. We gaan hier even wat graven, jongens. En ik ben zo slecht met die cobblestone generators. Ik vergeet dat altijd echt meteen, hè. Zo dom is dat. Alright. We pakken eerst ijs. En een lava bucket. Zo. Oh, appeltjes. Lekkere appels. Oké, hier moet dus lava in, denk ik. Oké, wacht. Hier moet een gat. Ja, hier komt een gat zo. Hoppakee. Nice. Yes, nu klopt het. En dan moet ik deze hier zo doen. Ja, en die stroomt hier naar beneden. En nu deze, die tik ik. Ja, volgens mij werkt het, jongens. Oké, misschien is het handig dat ik eerst met een infinite water source begin. Dat ga ik niet doen. Fuck it, daar heb ik nu even geen zin in. Maar dat is eigenlijk wel handig. Dus dat moet ik eigenlijk wel zo snel mogelijk doen. Laten we eerst even, even een mooi plekje zo bouwen. Oké. En we moeten meteen even een pickaxe maken, jongens. Dus laten we even al het hout gaan omvormen. Zo, even een crafting table. Oh, lekker vanilla Minecraft, jongens. Jongens, ik ben trouwens heel erg benieuwd. Hebben jullie zin in deze serie? Laat allemaal even een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Ik ben heel erg benieuwd. Niet omdat ik duimpjes vraag of zo, maar ik ben gewoon echt benieuwd of jullie hier wel echt zin in hebben. Dus denk je van, yes, hij gaat die eindelijk weer beginnen. Laat het dan zeker even zien door duimpje omhoog. En een leuke comment. Oké, even een mooie wooden pickaxe. Alright, en we gaan even alles hakken. Yes. Oké, volgens mij werkt dit best goed, denk ik. Dat gat hieronder. Ik weet nog niet of hij efficiënt is of zo. Of ik daar echt iets aan heb. Maar ik heb in ieder geval al 3 steen. Of 5 steen. Dus we bouwen meteen even een hele mooie pickaxe. En ik ga deze gewoon droppen, ja. Want daar hebben we helemaal niks aan. Gewoon helemaal niks. En we gaan meteen even deze mooie eieren hakken. Hoppakee, yes, got him. Kijk, de helft fik natuurlijk ook op. Dat is echt zonde, man. Hoppakee. Nice. Echt, alles schiet alle kanten op, hè. Huh? Oh, ja. Ja. Dit is een hele speciale skyblock. Dat heb ik jullie helemaal niet verteld. Maar water doet pijn. Dus als het gaat regenen, dan moet je echt een afdakje zoeken. Want anders ga je dood. En hetzelfde geldt voor dit wat. Kijk, ik ga erin staan. Zie je dat? Ik ga gewoon dood. Super vet. Ik vind het echt chill. Leuk bedacht. Heeft mijn developer echt goed bedacht. Ik vind het echt super awesome. Daarom is het gewoon meteen wat moeilijker. Ik kan mijn koe trouwens ook wel meteen killen nu. Zal ik dat doen? Ja, fuck it. Ik doe het gewoon. Stomme rat. Nee! Oké, hij vliegt eraf. Fuck die kutkoe ook, man. Ja, flikker maar lekker, hè. Tjonge, jonge, jonge. Ik ga die bucket trouwens even terugstoppen. Want straks val ik dood of zo. Ja, dat zou super zonde zijn. En ik plaats ook even dit zo mooi opnieuw. Hier even op de uithoekjes plaats ik heen. En ik hoop dat er snel eentje groeit. Perfect. We hebben natuurlijk ook een mooie shop, dus we kunnen ook altijd shit kopen. Ja, ik moet dit blok even weg. Ja, ik denk dat ik dit blok even weg moet hakken zo. Ik krijg helaas niks. Maar ja, dat maakt niet uit. We krijgen het nog vaak genoeg. Dit krijgen we wel mooi. Helemaal top. Hoppakee. Nice. Oké. Ik moet echt aan wennen, man. Dat ik gewoon niet in het water mag staan eigenlijk. We fixen even lekker wat cobblestone, jongens. Ik kan wel een hele mooie furnace bouwen. Dat ga ik ook meteen doen. Tuurlijk, waarom niet? En die gaan we ook even meteen plaatsen. En ik zat te denken aan dit plekje of zo. Ja, dat is wel mooi. En dan even kijken. Dan gaan we meteen even dit omsmelten. En ik kan dat met kool doen. Ja, dat doen we gewoon met kool. Ik bedoel, kool is op zich niet zo zeldzaam. Hout is meer zeldzaam in het begin. Want ik bedoel, ik heb helemaal geen bomen. Dus ik moet even rustig houden met mijn hout doen. Oké, ik erger hem ook meteen aan het laven. Die fikt echt de helft op. Dus we bouwen even een soort van afdakje. Over het lava heen. En dat kan hier niet. Dus er moet eentje daarboven, toch? Ja, er moet eentje daarboven. Het kan ook wel trouwens hierboven. Dan moet ik echt niet in het water plaatsen, jongens. Want dan ben ik echt fucked. Dus ja, ik moet het nu doen. Ik moet het echt even doen, jongens. Het is ook super handig om gewoon altijd te bouwen met slabs. Dat hebben jullie ook zo vaak tegen mij gezegd. Dat scheelt natuurlijk super veel steen. Dus dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon meteen daarmee beginnen. En we moeten gewoon een infinite water source. Dat moet. We moeten echt zo'n ding hebben. Zo, en we gaan dus met deze slabs bouwen. Want dat is gewoon super nice. En deze pakken we ook. Oh, we mogen geen dirt verliezen, jongens. Dirt is zeldzaam.
Nice. Oké. Fixen meteen nog wat slabs. En ik ga hier denk ik wat plaatsen of zo. Ja, dat is wel een mooi plekje. En nu pak ik meteen even mijn bucket en dit ding. Zo. En dan pak ik even het water zo. En dan doe ik dat hier perfect zo mooi. En deze doe ik hier. Als het goed is, werkt het dan, jongens. Werkt het? Ja, als het goed is, werkt het nu. Werkt het? Ja! Infinite water! Yeah! Helemaal mooi, jongens. En dan moet ik dit eigenlijk wel even afsluiten nu. Ja, maar dan is hij niet meer infinite, toch? Ja, hij is wel infinite zo. Ja, zo is hij ook infinite als ik dit ding weer weghaal. Ik bedoel, wat als ik zo doe? Gaat het dan weg? Oh, nee, niet. Oké, okay, hij is niet infinite, maar als ik dit blokje weer weghaal, dat doe ik zo meteen wel even. Die plaats ik even terug, zo. Heel mooi. Dit is... Ja, we hebben ook al twee iron. Helemaal top. Gaat goed, maar gaat meteen, loopt meteen lekker. Hoppakee, hier plaatsen we even eentje en hier plaatsen we even eentje, zo. Nu heeft tenminste een soort van afdakkie. Dat kan ik hier ook wel heel mooi even doen, zo. Perfect. Ja, het loopt lekker, jongens. We hebben hem nu heel mooi afgedekt. En nu verbrandt het al iets minder snel. Dus we gaan even lekker hakken. Oh, diamond! Oh, yo, heb ik een iron? Ah, oh, ik heb geen iron. Dat is heel erg... Oh, shit, ik heb geen iron. Dat is super zonde, jongens. Nu moet ik hem gewoon zo hakken. Ja, het zit niks anders op. Ik krijg wel super veel levels trouwens, maar ja. Ik moet gewoon nog even één iron fixen. Come on. One iron, please. Volgens mij hebben bomen trouwens geen licht nodig. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij dus niet. Oh, we hebben al een boom, joh. Die is al gewoon gegroeid. Heerlijk. Dat is wel even lekker, hoor. Dat is wel even lekker, show. Hoppakee, nice. Dan gaan we even omchoppen, jongens. Hoppakee, let's go. Nice. En we gaan meteen uitbreiden, denk ik. Dat is misschien wel handig. We gaan meteen even wat slabs bouwen, zo. Kabam. Oh, die jongen, dit scheelt superveel, man. Het is gewoon twee keer zoveel, hè. Super nice is dat. Dat hebben jullie toen echt goed bedacht. Zo, het mag er niet naast vallen. Dus ik bouw even heel mooi hier zo'n mooi randje. Aha, we krijgen meteen weer saplings terug. Die plaats ik ook meteen weer. Dit is een goed begin, jongens. Volgens mij is het echt een heerlijk begin. Oh, ja, kijk. Dit is wel het probleem wat je kan krijgen. Als het goed is, wordt het nu gewoon een blok. Oh, nee, toch niet. Die moet ook even weg, zo. Nice. Okay, bam. Alright. We bouwen ons platform al mooi uit, jongens. Dat gaat al best goed. Oké, we moeten nog even één iron fixen. Come on. Allemaal coal. Dat levelt lekker. Ah, dan heb ik een... Ah, ik heb nog steeds geen iron. En nog een diamond. Ah, diamonds zijn best rare. Ik heb er nu al twee gehad. Maar ja, ik krijg wel lekker die leveltjes. En dat is wel helemaal meegenomen voor nu. Even een leuk kooltje. Come on. Please, geef me nou die iron. Dan kan ik een iron pickaxe maken, man. Die heb ik echt nodig. Dat hakt ook veel sneller en chillen en zo. Goud. Oh, nice. Ja, daar heb ik natuurlijk ook niks aan, hè. Ik zat even te denken. Wat als ik dit weghaal? Val ik dan in de void? Ik weet het niet. Waarschijnlijk ongeveer wel, denk ik, hè. Oh, shit. Oh, what the fuck? Ja, hier moet ik even mee oppassen, jongens. Dit ga ik even dichtbouwen, zo. Maar we hebben wel een iron erbij. Dus dat is heel chill. Hoppakee, nice. En dit gaat, ja, dat gaat opzij, hè. Dat dacht ik al. Zo, dat bouwen we gewoon even dicht. Oké, we gaan het verder uitbreiden, jongens. We moeten even een mooi plekje voor die infinite water source hebben. Dat hebben we nu niet. En dat is echt super belangrijk voor in het begin. Want straks ga je een beetje knoeien en dan ben je water ineens kwijt. Ja, dat is super zonde, of course. Dus dit gaan we even fixen. Zo, dan hakken we die even weg. En die gaat weg, zo. En dan plaatsen we hier eentje en twee. Dan pak ik even de water bucket, hoppakee. En dan maken we hem infinite. Yeah, nice. Awesome. Oké, de laatste iron ga ik ondertussen ook even omsmelten. Doe ik gewoon met even één houtje. Want ja, dat kan mooi met één hout. Perfect. Ik heb ook nog twee saplings trouwens. Ik plaats gewoon hier niet dat eentje groeit. Maar ja, je weet maar nooit. Straks groeit er een. Dat zou super chill zijn. Kimim! Yeah! Oké. Mooi. Dat is ook gefixt. We kunnen er eentje bouwen, jongens. Ik ga het meteen doen. Want straks krijgen we een diamond. Of we volgen deze gold. En dan kunnen we die mooi hakken. En hij verbrandt. Ah, dat is zo zonde. Maar ik heb nog een keer de kans. En nu heb ik hem wel. Yeah, nice. We hebben er weer een. We hebben een winnaar. Yes. Nice. Oké. Yo, heb ik er nog maar één? Ik had er toch twee? Oké, we hakken even lekker door. Come on. Redstone. Oeh. Echt alles brandt gewoon op, hè. Zo zonde, man. Oh, emerald. Yes, got him. Nice. Hoppakeetje, hoor. Dit gaat wel even lekker. Ik moet echt aan die kant van het lava staan. En dan pak ik denk ik het meeste. En ik pak ook even het lava terug. Want ik wil wel even iets anders bouwen. Ik vind het niet echt super chill. Oké, ik ga het dus ook even hier water neer gooien. Want dan kunnen we ze ook eronder bouwen. Oké, we halen ze allebei even weg. En dan pakken we het lava even terug. Daar moeten we ook niet mee knoeien, want dat krijg je niet terug. Dat zand, hè? Dat pak ik even zo. Oké, we kunnen dit wel weghakken. Ah, chill, nice. Ik weet niet hoe diep dit gaat. Ik heb echt geen flauw idee. Nou, sowieso, deze kan ik ook weer hakken. Sowieso, en deze ook. Oké. En deze kan ik ook weer hakken, want ja, anders dan gaat het... Oh ja, dit is de onderste laag. Ja, sowieso. Dus als ik deze weer hak, ja, dan komen we bij de void. Alright. Good to know. Handig om te weten. Ik denk dat het handig is dat ik hier wat kobbels nog ga plaatsen. En dat ik alle dirt een beetje weghaal.
Ja, dat is denk ik wel het slimste hoor. Zo, en hier plaats ik gewoon even een volledige laag boeien. Hoppakee, we mogen echt geen dirt verliezen, want dat kunnen we goed gebruiken. Zo, perfect. Het gaat goed, het gaat goed. Hoppakee, ja. Zo, zo en zo. Oké. Even een mooie stevige platform hier bouwen. Zodat we tenminste alles even van cobblestone maken. Dat vind ik altijd mooi. Perfect. Oké, ja. Zo is het ongeveer wel goed, denk ik. Oh, shit. Ja. Oh, dat deed pijn. Oh ja, tuurlijk. Daarom. Je kan dus niet in zo'n waterstraal gaan hangen. Of course. Dan ga je langzaam dood. Dus daar moet ik echt mee gaan oppassen. Dat is wel even heel handig om te weten, denk ik. Au. Zo. Perfect. Nice. Jongen, ik hak het hele eiland hier gewoon weg. Maar ja, boeien, dat doen we gewoon even. Hoppakee. Zo, we bouwen het iets meer uit. Pakken we de laatste blokjes ook even mee, zo. Jongen, kijk dan. Ik heb gewoon bijna een hele stack dirt. Bam! Alright, we hebben nu als goed is nog één laag op deze na. Hoppakee. We hebben nog één laagje dirt. Dat vind ik sowieso heel vet. Ziet er een beetje raar uit zo, maar ik moet het even op gaan vullen. Kan ik terug in de waterval? Ik denk het wel, hè. Au, come on. Yes, oké, dat komt mooi. Zo, oké, nu bouwen we dit mooi even dicht, denk ik. Oké, we pakken even wat dirt. Hier kan wel even wat dirt zo, mooi. Perfect. En nu kan ik, als het goed is, dit ding weer gaan bouwen. Zo, de cobblestone generator bedoel ik. Ik heb ook nog vet veel slabs trouwens, holy shit. Dat gaan we even zo mooi doen. En zo, en zo, perfect! Awesome, we got it! Het is wel een beetje leeg daaronder, dus oh shit, dat ben ik wel vergeten op te vullen. Kak! Ah, nu moet ik hem alsnog weghalen. Ik ben er gewoon de laatste opvulling vergeten. Oké, doen we dat nu even, jongens. Weer een emerald, dan raak ik die sowieso niet kwijt. Helemaal mooi. Kijk, ik heb het natuurlijk over deze. Plop! Zo. Oh, dat deed best pijn. Oké, en let's go. Daar gaan we weer. Kijk, nu is het al vele malen beter, zullen jullie misschien wel weten. Hoppakee. Daar gaan we dan. Lekker minen. Oké, jongens, we kunnen de tweede iron pickaxe ook al maken. Helemaal top. Let's go, dat gaan we natuurlijk meteen doen. En dan kunnen we lekker gewoon met iron hakken. Dat is natuurlijk super nice. Dat gaat vele malen sneller. En ik denk als ik gewoon een diamond of een emerald of zo, dat ik even dat lava moet weghalen of zo. Ik denk, is dat slim, hè? Nou, dan weet je sowieso dat je het niet kwijtraakt. En jullie zien nu wel hoe belangrijk een diamond is. Ik bedoel, ik krijg totaal geen diamond meer nu. Holy shit, man. Die shit is echt rare. Oh, shit. Ik heb de blok eronder weer weggehakt. Ah, damn. Maar het komt goed uit, want ik heb een diamond. Yeah! Oké, dus deze halen we weg zo. En dan halen we dit even weg. Ik hakte zo snel dat ik het blok eronder zelf weghakte gewoon. Damn, son. Oké, we pakken die even heel mooi mee. Perfect. Au, dat doet pijn. Hoppakee, we hebben de eerste diamond te pakken, jongens. Yeah! En we gaan verder. Jongens, ik ben inmiddels al level 7. Holy shit. En ik heb de chat nu uitstaan, omdat ik zo werd volgespamd. Maar als het goed is, heb je ook gewoon allemaal levels hierin. Dat hoor je ook steeds. Dat is dat mining level dus. Oh, we hebben weer een diamond te pakken. We got a diamond. En als we een diamond hebben, dan doen we even ons slimme dingetje. Dan halen we even dit weer weg, zodat we zeker weten dat we de diamond niet kwijtraken. En plop. We got him. Kijk, en als ik nu dat lava ga terugplaatsen, dan komt er obsidian. Dus ik plaats hier even een blokje terug en dan ga ik het zo doen. Voor de mensen die dat niet wisten. Hoppakee, nice. Jongens, het gaat pittig lekker hoor. Zo, ik doe de chat even aan. Oké, ik heb nu 900 euro. Je kan /balance doen. Dan kan je balans even checken. En die van mij is 900 euro. En volgens mij word je ook steeds rijker gewoon. Je krijgt steeds geld. En er zijn trouwens 2 bomen gegroeid. Heel awesome. Maar we hebben 3 diamonds, jongens. Dus we kunnen het gewoon doen. We kunnen het gewoon doen. En dat gaan we natuurlijk ook doen. Want ik bedoel, een diamond pickaxe. Hoe vet is dat? We hebben gewoon de eerste aflevering al meteen een diamond pickaxe. Holy shit. En we ruimen ondertussen even die emeralds op. En dit ruimen we even op. Oh, we hebben ook al zoveel goud, jongen. Hier. Plop, dit gooien we er ook even in. Doen we ook even zo. Perfect. Nice, jongens. Nice. Ja, we kunnen inmiddels ook alweer uit gaan bouwen. Laten we dat meteen gaan doen. En dit water gaat even weg. Dat kan toch? Ja, we hebben infinite. Dus dat kan mooi weg. Doei, water. Even om het hele eiland. Zodat we even mooi rustig wat ruimte gaan creëren. Lekker wat overzicht bouwen. Niet te afvallen natuurlijk. Misschien is het handig dat ik nu even mijn diamond pickaxe wegstop. Maar ja, ik ga er natuurlijk niet van uit dat ik val, hoor. Wat? Ja, jullie schrokken. Nee, oké, dat is heel slecht. Yes, oké, let's go. We dit afronden zo perfect. Helemaal mooi. En nu hakken we dit even weg. Zo, zo. Al die boompjes gaan even weggehaald worden. Woodcutting is nu increased. Is level 1. Yo, ben ik echt nog maar level 1 woodcutting? Zo laag normaal. Ja, ik heb natuurlijk nog maar 2 booms omgehakt. Nu al 3. En dit is de 4e. Kijk, ik ben nu level 2. Nu wil ik mijn mining level ook weten. Want ik heb de chat even aangezet dus. Oh, dit is zo vet met zo'n... Oh, zo'n diamond pickaxe is zo dik. Kom op. Come on. Level 36, hè? Holy shit.
Tering. Het enige probleem van Skywalk op de headgame server is nu eigenlijk dat de server zich bijna altijd vol zit. En als je volgens mij donator bent, dan kan je gewoon altijd in de server. Dus dat is best wel chill. Want ik krijg er best wel veel vragen over. Van Harm, ik wil echt op die server. En mensen willen eigenlijk kosten wat kost op deze server spelen gewoon. Dus mocht je dat willen, dan kan dat. Die optie bestaat. We proberen sowieso te werken aan grotere servers. Dus dat komt uiteindelijk eraan. Maar mocht je tot die tijd niet kunnen wachten, heb je sowieso de donator optie. Oh, de derde boom is ook al gegroeid, jongens. Het gaat echt lekker hoor. Het gaat echt lekker. Zo, die hakken we ook gewoon even om. Oké, nog even een paar steentjes hakken zo. Ja, zo is wel goed, denk ik. Nog even een leuk blokje. Kom op, geef even een leuk blokje. Goud! Ja! Got him! Nice! Oh, dat gaan we ook even omsmelten, dat goud, hè. Dat gooien we er gewoon ook even in. Oh, we hebben al 8 iron. Zo chill, zo chill. Oké, dit gooien we er allemaal even in. Even alle waardevolle shit sowieso, want dat hout ook. Is ook wel waardevol. Saplings ook. En dan gaan we het weer even uitbouwen. Dus laten we even heel veel slabs fixen. Bam! 3 stack meteen. Lekker pack, lekker pack. Zo, dit stopt even mooi terug. En ja, de dirt moet ook even terug, hoor. Ik vind dat wel een beetje eng. Straks val ik echt, jongen. Dan ben ik zo done. Zo, die saplingsplatski, mooi. Hey, hey, hey. Die kan ik zo weghalen. Hey, 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 hey. Oh, ik kan mijn geld trouwens ook rechts in het beeld zien. Dat wist ik niet eens. Lol. Ja, 904 euro heb ik. En ik kan ook dus een shop bouwen. Dat is wel vet. Zo, laten we het even helemaal uit gaan bouwen. Perfect. En dan moeten we ergens zo een woodcutting farm gaan bouwen. Oh, er groeit meteen een boom. Heel chill. Oh, ik moet wel even een pickaxe hebben, hoor. Want ik plaats best wel veel mis. Zo, jongens. Wat een eerste aflevering toch, hè. Holy shit. Ze hebben echt even goed geflikt, hoor. Ik denk trouwens dat het handig is dat ik ergens hier naar beneden kan. Want ik heb hier dus onder ook nog een mooi platformpie. Dan kan ik ook lekker verder bouwen. Maar jongens, de zon gaat onder. En ik denk dat het slim is dat we de volgende aflevering gewoon verder gaan. Moeten jullie zien hoeveel we al bereikt hebben. Nu al gewoon een diamond pickaxe. We hebben al zoveel shit. Kijk, dan hebben we al super veel nice dingen. Ja, hier moet ik natuurlijk ook even mee prutsen met al deze shit. Ik ben heel erg benieuwd of alles gaat lukken. Oh, ik heb trouwens nog één belangrijke vraag. Voor Skywars zoeken wij nog mensen die maps kunnen bouwen. En een lobby voor Skywars. Dus jongens, allemaal, bouw even een super sicke Skywars map. Of een lobby. Of beide. Stuur die op naar dit e-mail. En wie weet gebruik ik gewoon jouw eiland. Hoe vet zou dat zijn op de headgame server? Dus gewoon even een mailtje schrijven. Even de downloadlink van de map erbij. Zodat wij hem kunnen checken. Klik allemaal even op het duimpje omhoog, jongens. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hiernaast. En check even alle video's omheen. En kom natuurlijk even op de headgame server. Super gezellig. Met z'n tot de volgende keer. Later.